De beelden van de dag met Van Empel, die dus slecht uit de startblokken kwam. En dat was eigenlijk goed voor het wedstrijdscenario. Met Bakker, die later nog brute pech zou kennen en zou wegvallen uit deze top 5. Dit was wel een momentje. Het was wel een mooi beeld eigenlijk. Ja, dit is een geweldig beeld. Welke snelheid dat zij kan ontwikkelen om definitief aan te sluiten. Dus, want dit was haar eerste move om naar voren te rijden. Alvarado duidelijk hele goede benen. En niet vergeten, gisteren gereden. Dat zorgt enerzijds voor wat extra vermoeidheid. Aan de andere kant blijft ze wel in het ritme, in tegenstelling tot Van Empel. Dus het heft elkaar een beetje op. De vermoeidheid en het ritme blijven houden. Van Empel die vermoedelijk, door het feit dat ze nu weer een gewone trainingsweek zal hebben, volgende week, denk ik, Paul, nog sterker voor de dag zal komen in Brussel dan hier na een weekje halve vakantie. Ja. Dus op die heeft weinig getraind weliswaar. Dus die eerste week kun je dat wegsteken. Maar nu zal ze wel de kans krijgen om een paar keer lichtjes te fietsen en dan gaat voldoende zijn om Brussel af te werken op haar manier. He, want dat kan zij ook, daar moet je ook eerlijk in zijn. Is er iets dat zij niet kan? Weinig. Hier toch schrik je weer. Iedere keer als een worst hier in de fout gaat, dat is zonde voor haar, want die is uiteindelijk binnengekomen op 20 seconden. Kostbare tijd verloren gegaan. Alvarado ook net iets te veel foutjes nodig. Geen grote fouten, het zijn allemaal maar hele kleine pietluttigheden, maar stapel ze op en dan is dat te veel tegenover Van Empel. Aan de boorden van het water. Dit was een prachtig beeld. Geschoten dus door een Lillenaar, die jij blijkbaar dan kent, want jij wist dat daar een Lillenaar stond. Jawel. Ja. Een dorpsgenoot. Ja, als wij elkaar zien, zeggen wij altijd, mannen wel lil. Thank you.